Ja, we hebben al voor haar gezongen vanmorgen. Ja, Pep is jarig vandaag, jongens. Hyper de piep. Hoera! Ze is... Ja, kijk, kijk, kijk. Ze kon zelf net even niet meezingen, anders had ze dat wel gedaan. Ze is al 3 jaar vandaag geworden. Nou, wat een feest. En wat een heerlijk leven heeft Pep als herder in Spanje. Ze heeft haar eigen plekjes hier. In de warmte kan ze eventueel in de airco. Ze kan lekker in de wind gaan liggen, in de schaduw. En ze hoeft zich totaal geen zorgen te maken. En Pep? Nee, dat gaat allemaal aan haar voorbij. Wateroverlast, Peter R. de Vries, corona. Pep heeft er totaal geen last van. En Pep? Och, het is toch zo lekker. Een hondenleven in Spanje. Zo, vrienden, zou ik, als het dan bestaat, hè, die reïncarnatie, zo zou ik graag terug willen komen hier op deze aarde. Ja, als Pep in Spanje, wat een topleven. Maar ook heel goed is, en die moet je noteren, en die mag je nooit vergeten, dus als je ooit nog bij de afdeling reïncarnatie komt en je mag een bestelling plaatsen, bestel dan deze. Reiger in Volendam. Schrijf hem op en vergeet hem nooit meer. Ik heb het gezien. Visbedrijven in Volendam, die hebben achter hun bedrijf een hele grote container staan en daar gaat al het visafval in. En die reigers in Volendam, die weten dat. Ja, en die gaan daar zitten, achter het bedrijf, in de dakgoot, en die laten zich gewoon zo... Woep, zo, woep. Laten die zich in die container vallen en die vreten zich helemaal vol met die visafval. Nou, dan doen ze nog net, kunnen ze nog net met die fladderen ze een paar meter omhoog naar die dakgoot. Dan gaan ze heerlijk zitten uitbuiken, boeren en ruften. En daarna scheiden ze de boel helemaal onder. Ah ja, dat doen ze. Heerlijk. En als ze weer leeggescheten zijn en ze zijn heerlijk uitgerust, dan gaan ze weer voor hun volgende duikje. Hup, weer de container in, weer buikje vol, weer de dakgoot in en laat de boel maar lopen. Dat is hem. Is dat een heerlijk leven, zeg. Dus dat raad ik iedereen aan. Bestel dat bij die reïncarnatieafdeling. Reiger in Volendam.